misdaad zijn we geneigd veel aan het toeval toe te schrijven. En denken we dat veel misdrijven nooit gepleegd zouden zijn als het slachtoffer bijvoorbeeld 5 minuutjes later was vertrokken. Of als de dader niet had gedronken, gebloot of gesnoven. Maar als veel van toeval afhangt, hoe kan het dan dat de misdaadcijfers, bijvoorbeeld het aantal moorden, vaak decennia lang elk jaar gelijk blijven? Dat is wel heel toevallig. Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en haast niet kan geloven dat het toeval is dat de Groningse drugsdealer Harry Roe en de Groningse heroïneprostituee Antoinette Bond op nagenoeg dezelfde dag werden vermoord. Dat hun beide lichamen door de daders op identieke wijze in stukken werden gehakt, allebei in plastic vuilniszakken werden verpakt en vervolgens allebei in sporttassen in het water werden gegooid, zonder dat deze misdrijven iets met elkaar te maken hebben gehad. Voor de zomer van 1995 is het nooit voorgekomen dat slachtoffers op deze wijze in Groningen werden omgebracht en weggewerkt. En daarna is het ook nooit meer gebeurd. Daarom was het ook wel heel gek dat de recherche in Groningen de zaken destijds apart van elkaar onderzocht. Nu, 16 jaar later, heeft een cold case team de zaken heropend en wordt er nieuw onderzoek gedaan. Er is echter één tegenstrijdigheid bij alle overeenkomsten. De moord op Harry Roe is in 1995 opgelost. En de daders hebben hun straf uitgezeten. Terwijl de moord op Antoinette altijd een raadsel is gebleven. Daarom kan het geen toeval zijn dat beide zaken nu weer onder de loep worden genomen. Want ook in de zaak van Harry Roe zijn er nog wel vragen. Het is 3 januari 2006. Een delegatie van politie en justitie uit Groningen is onderweg naar Parijs. In een voorstad van de Franse hoofdstad zit een Nederlander vast wegens drugsmokkel. Maar die zaak interesseert de delegatie niet zoveel. Er zijn aanwijzingen dat de gedetineerde belangrijk nieuws heeft in een oude moordzaak. Een opgeloste moordzaak wel te verstaan, waarvoor hij zelf ooit is veroordeeld en waarvan hij ook al lang zijn straf heeft uitgezeten. Anjo van der Helm is rechercheur van het Groninger Cold Case Team dat dit jaar is begonnen met het onderzoek naar twee bijzondere gruwelmoorden uit 1995... De moord op Antoinette Bond en de moord op Harry Roe. Antoinette, werknaam Saskia, een straatarm verslaafd hoertje dat letterlijk aan stukken werd gehakt. Voorbijgangers vonden eerst haar romp verpakt in 4 vuilniszakken. Later werden 25 kilometer verderop haar armen en benen gevonden in een sporttas. Antoinettes hoofd is nooit teruggevonden. Harry, een gefortuneerde drugshandelaar die precies op dezelfde manier werd teruggevonden. Zijn ledematen en hoofd in een tas, zijn romp in vuilniszakken. Het zijn twee extreem schokkende misdrijven op twee Groningers die een dag na elkaar werden gepleegd. De overeenkomsten tussen de twee zaken zijn zo frappant dat het eigenlijk ongelooflijk is dat ze destijds niet direct serieus met elkaar in verband werden gebracht. En er is nog iets bijzonders met deze zaken. De moord op het hoertje is nog steeds onopgelost, maar de moord op de drugshandelaar is wel opgehelderd. Er zijn twee mannen voor veroordeeld die inmiddels hun straf ook alweer hebben uitgezeten. Maar ondanks die veroordelingen blijft het gevoel knagen dat in de zaak Harry Roe de onderste steen nooit is bovengekomen. Zo is in de zaak van Harry Roe het moordwapen nooit gevonden. En heeft men ook nooit het gereedschap kunnen traceren waarmee het slachtoffer in stukken is gehakt. Er is weliswaar een bekentenis, maar die is gebrekkig en wordt op belangrijke punten tegengesproken door andere betrokkenen in de zaak.
Alle onduidelijkheden voeden de gedachte dat er meer aan de hand is. Dat de hoofdrolspelers iets verzwijgen. Dat er misschien een verband is met die andere moord die er zoveel op lijkt. Omdat hier van toeval bijna geen sprake kan zijn. Normaal gesproken stelt een cold case team altijd een onderzoek in naar een zaak die helemaal onopgelost is gebleven. Maar het gekke is dat jullie nu met een onderzoek bezig zijn naar een zaak die eigenlijk helemaal is opgelost. Die zelfs voor het gerechtshof is geweest en waar een veroordeling is geweest. Dat is toch wel gek. Ja, dat is ook vreemd. Het is ook eigenlijk min of meer uniek te noemen dat dat gebeurt. Alleen, we hebben het geplaatst in de tijd, in 1995. Dan gaan we kijken in de tijd gewoon, zijn er meer moorden gepleegd? En toen viel ons deze moord op, met ook eigenlijk gelijke modus operandi. Ja. Hoe is het gebeurd? En dan die vergelijking. En daardoor hebben wij ook gezocht in de mappen weer in het gerechtshof. Ja. Om te kijken van, nou, zijn de sporen ook te vergelijken nog? Ja. Op basis van de niet erg gedetailleerde bekentenissen, de technische bevindingen en alle andere getuigenverklaringen komt de recherche tot de volgende reconstructie. Het is de laatste week van juli 1995. Op een afgelegen boerderij bij het Groningse Siddeburen lopen drie mannen. Het zijn coffeeshop-eigenaar Harry Rol, onderwereldfiguur Henk E. en manetje van alles Rensco P. Harry is een succesvol ondernemer. Hij heeft veel geld, een garage vol dure sportwagens, een mooi tweede huis in Portugal en hij bezit twee goed draaiende coffeeshops in de Groningse binnenstad. Het meeste geld verdient Harry met grootschalige drugstransporten. De gedoogde coffeeshops zijn in feite een legale dekmantel voor een illegaal drugsimperium. Harry handelt vooral met Duitsland en Scandinavië. In die landen, en ook in Nederland, heeft Harry Rol al diverse malen in de gevangenis gezeten. Henk is een handlanger van Harry. Ook een onderwereldfiguur die vaak in aanraking met de politie kwam. En nu lopen ze bij deze Groningse boerderij. Het pand is net gekocht door Harry die er een wietkwekerij wil beginnen. Hulpje Rensco is onder leiding van Henk de boel aan het inrichten zodat binnenkort de teelt kan beginnen. Maar het is geen koek en ei tussen Harry en Henk. Er broeit iets. En dat heeft alles te maken met een gezamenlijke drugsmokkel uit Spanje. Henk heeft een partij voorgefinancierd en meent dat hij nog 50.000 gulden te goed heeft van Harry. Maar Harry is niet van plan om hem dat te betalen. Een halsstarrigheid die hem al heel snel letterlijk de kop zal kosten. De volgende morgen vertrekt Harry in zijn donkerblauwe BMW van huis. Rond dat tijdstip belt Henk naar de vriendin van Rensco, de inrichter van de wietplantage, om te zeggen dat hij een dagje vrij af mag nemen. Rensco hoeft dus niet naar de boerderij te komen. En dat is raar, want er is nog veel te doen. Is Henk wat van plan? Niet veel later, die ochtend van 25 juli, lopen Henk en Harry weer over het erf van de boerderij. Nu zijn ze echter alleen. Het gesprek komt al snel op de 50 mil, maar Harry geeft geen duimbreed toe. Er ontstaat ruzie. En die loopt zo hoog op dat Henk een ijzeren staaf van de grond pakt en Harry met volle kracht ermee op zijn achterhoofd slaat. De drugsbaron is echter nog niet knock-out. Henk rent een schuur binnen waar een pistool ligt.
Hiermee vuurt hij 2 maal op de zwaar gewonde Harry. Op een stuk landbouwzeil sleept Henk Harry's lijk naar binnen. In de BMW van zijn slachtoffer rijdt Henk dan naar Groningen om er thuis 2 sporttassen te halen. In een winkel haalt hij vervolgens een stuk zeil en touw. Onderweg pikt hij nog een maat van hem op, Johan S., een handlanger in loesje zaakjes met wie hij al eens het plan had besproken om de rijke Harry Rowe te kidnappen. Hij vertelt Johan wat er zojuist gebeurd is. Dan voltrekt zich op de boerderij een tafereel dat regelrecht uit een horrorfilm lijkt te komen. Het lijk wordt uitgekleed. Henk pakt een soort sabel. De armen worden van de romp gescheiden. De handen worden weer van de armen afgehakt en het lijk wordt onthoofd. Samen verpakken ze de lichaamsdelen in 2 sporttassen. De romp stopt Henk in een paar grijze en blauwe vuilniszakken. Met tape en een rood nylonkoord wordt het pakket bijeengehouden. Stenen van het erf moeten dienen als verzwaring, want de mannen zijn van plan de lijkdelen in het water te dumpen. In een ton op het erf worden Harry's kleren en zeil verbrand. De as wordt opgeschept en ook in een zak gedaan. Harry wordt zo in 8 stukken, verdeeld over 2 tassen en een pakketje vuilniszakken, in de kofferbak van zijn eigen BMW gelegd. De sabel en het pistool leggen de mannen ook achter in de BMW. Henk en Johan rijden dan met de lugubere lading naar Duitsland. Onderweg gooien ze de zak met as, de sabel en het pistool weg. Dan gaat het weer verder. Helemaal naar de stad Bremen, een rit van meer dan 2 uur. Daar in de omgeving wordt eerst de romp in een berm van een landweggetje achtergelaten. Verderop dumpen de mannen de tassen met de rest van de lijkdelen in een riviertje. Het is een doordacht dwaalspoor dat hier wordt uitgelegd. Ten eerste zal het, mocht Harry worden gevonden, lang duren eer de Duitse politie een link met Nederland legt. Het lijk ligt hemelsbreed meer dan 100 kilometer van de grens. En als Harry dan onverhoopt toch geïdentificeerd zou worden, zou de recherche het delict waarschijnlijk snel toeschrijven aan een misgelopen drugsdeal. Harry handelde immers veel met Duitsland en had er ook al voor drugshandel in de gevangenis gezeten. Kijk, hier was het 16 jaar geleden al gebeurd. Hier is Harry Rowe vermoord. En op een dag daarna is Antoinette Bond vermoord. Mm. Wel een afgelegen plek, hè? Heel afgelegen, ja. Hier hoort echt niemand iets, hier verneemt niemand iets. Nee. Het is inmiddels 26 juli 1995 geworden. Het is de dag voorafgaand aan de nacht dat heroïnehoertje Antoinette Bond zal worden vermoord en in stukken gehakt. Tot in detail, zoals de dag ervoor is gebeurd met Harry Rowe. Om 8 uur die morgen komt Henk met de BMW van Harry terug op de boerderij.
hulpje Rensko, die geen idee heeft wat zich hier allemaal heeft afgespeeld, krijgt nu de hele week vrij af. Henk vertelt hem dat hij Harry naar Amsterdam heeft gebracht. Aan het einde van de ochtend belt Henk vanuit een telefooncel de vriendin van Harry. Ze heet Marja. De vrouw heeft samen met Harry een dochter van 12 jaar. Marja en Harry leven echter al een poosje gescheiden. Henk vraagt de vrouw hier om naar de boerderij te komen om iets te bespreken. Aan het begin van die avond treffen moordenaar Henk en Marja elkaar daar op de plaats delict. Volgens de verklaring in het politiedossier gebeurt er dan het volgende. Henk vertelt Marja niet dat hij Harry net heeft vermoord. In plaats daarvan zegt hij tegen de ongeruste vrouw dat Harry door hem is ontvoerd en dat er betaald moet worden. Henk eist van haar een losgeld van 1 miljoen gulden en een paar honderd kilo hash. Als ze dat betaalt, zal hij Harry vrijlaten. Zo belooft Henk. Nadat hij coffeeshop-eigenaar Harry Roo heeft vermoord en het lijk samen met een handlanger aan stukken heeft gehakt en in Duitsland gedumpt, keert Henk E. terug naar Groningen. Vanaf dat moment valt de volgende tijdlijn te reconstrueren. Moordenaar Henk sommeert de vriendin van zijn slachtoffer om naar de plaats delict te komen. De boerderij in het dorpje Siddeburen. Maar in plaats van haar op te biechten dat hij Harry gruwelijk heeft omgebracht, doet Henk E. iets heel anders. Hij vertelt de vrouw dat Harry is ontvoerd en eist een losgeld van 1 miljoen gulden of een paar honderd kilo hash. Henk intimideert de geschokte vrouw door aan toe te voegen dat ze vanaf dat moment in de gaten wordt gehouden door een handlanger. Hij wijst daarbij naar een rode auto die verderop geparkeerd staat met iemand erin. Het is Johan, met wie hij net het lijk heeft gedumpt. Rond ditzelfde tijdstip stapt het heroïnehoertje Antoinette Bond samen met haar pooier op de fiets in het dorpje Den Boer. Ze gaat die avond weer tippen op de baan in Groningen. De boerderij in Siddeburen is inmiddels verlaten. Marja, moordenaar en afperser Henk en handlanger Johan in de rode auto zijn weer vertrokken. Waarheen is onbekend. Hemelsbreed, 20 kilometer verderop in Groningen, arriveert Antoinette met haar pooier op de tippelzone. Antoinette heeft die avond en nacht verschillende klanten en haalt een paar maal doop bij haar dealer. Dan gaat ze mee met een klant in een kleine rode auto. Als ze weer terugkomt, heeft ze voor haar doen behoorlijk wat geld bij zich, waaronder Duitse marken. Ze koopt nog een keer doop en deelt tegen haar gewoonte in zelfs wat drugs uit. Ze heeft haast, want ze moet met iemand mee, zegt ze. ...27 juli... rond 2:15 s'nachts is Antoinette's laatste levensteken. Was het de klant in de rode auto die haar zoveel geld had betaald en waar ze mee verder ging die nacht? Is hij haar moordenaar? Een man in een rode auto? In de zaak Harry Roo is ook sprake van een rode auto. Het is de auto waarin handlanger Johan S. zat op het erf van de boerderij in Siddeburen.
S is de man die vanaf dit moment samen met Henk zorg draagt voor afpersing van Harry's vrouw. Hij zal later als tweede verdachte in de zaak tot 3 jaar cel worden veroordeeld. Is deze rode auto die nacht misschien op de tippelzone geweest? Henk en Johan zijn vrij bekend in donker Groningen. En het cold case team van de Groningse politie, dat de twee zaken voor het eerst serieus naast elkaar legt, ontdekt nu pas dat zowel Johan S. als Henk E. precies die nacht inderdaad in de buurt van de tippelzone zijn geweest, waar Antoinette Bond verdween. Er zijn verschillende getuigen die daarover verklaren. De mannen reden om beurten in een door Johan S. gehuurde rode Ford Fiesta. Eén van de getuigen voegt er zelfs expliciet aan toe dat Johan S. zich die nacht op die tippelzone opvallend gedroeg door een nogal macho in de rode auto rond te rijden. Het vinden van die rode auto stond in de zaak van Antoinette Bond altijd hoog op het verlanglijstje. Nou blijkt in de zaak van Harry Rowe dat de dader en zijn handlanger in een soortgelijke rode auto op dat tijdstip, hè, rond dat tijdstip, in de tippelzone zijn gesignaleerd. Hè. En toch is dat nooit bij elkaar gekomen, die informatie. Hoe kan dat nou? Nou, dat ligt vooral aan de beide onderzoeken die naast elkaar liepen. Ook in verschillende politiegebouwen. Het is wel zo dat het ene team van Antoinette, die heeft zich gericht op een Honda Civic. En het was bekend in het team van Harry Rowe dat er een Ford Fiesta in het spel was. Ja, maar kun je dat zo strikt scheiden dan? Want dat is toch altijd een beetje onzeker, hè? Dat is onzeker, maar toch, en dat is cold case teamwerk om later de onderzoeken naast elkaar te leggen. En dan komt dat naar voren. En dan denk je van, ja, dat is wel heel toevallig. Ja. Terug naar juli 1995. Antoinette is net verdwenen en Harry Rowe is een dag ervoor gedumpt in een sloot bij Bremen. Maar de lichamen van beide slachtoffers zijn nog niet gevonden. Het is 28 juli rond 7 uur 's avonds. Marja, de ex van Harry, wordt afgeperst door moordenaar Henk E. Hij heeft haar nu opgedragen om naar een hotel in Paterswolde te komen om over het losgeld te praten. Maar Marja piekert niet over betalen. Ze wil eerst een leven steken. Drie dagen later, 31 juli, wordt in het Winschoterdiep in Zuidbroek een romp van een vrouw gevonden. Verpakt in 3 Como vuilniszakken, bij elkaar gehouden met tape en een rood nylon koord en verzwaard met een siersteen. De Groningse recherche concludeert al snel dat het Antoinette Bond moet zijn. Ze heeft een opvallende tatoeage op haar borst met de naam van haar pooier Lucas. Achter de schermen gaat de afpersing in die andere zaak door. 2 dagen later, op 2 augustus, moet Marja weer naar het hotel in Paterswolde komen. Henk E. zit te wachten. En tijdens de onderhandelingen verschijnt de rode Ford Fiesta met erin handlanger Johan S. weer ten tonele. Johan en Henk groeten elkaar veelbetekenend. Marja ervaart dit als een staaltje intimidatie, net als de week ervoor bij de boerderij. Er is nog steeds geen geldoverdracht en Henk laat geen bewijs zien dat Harry nog leeft. Maar dat kan natuurlijk ook niet. Een dag later, het is 3 augustus, betaalt de inmiddels wanhopige Marja toch maar een flink deel van het losgeld. Ze is bang voor Henk E. en vreest nu ook voor het leven van haar dochtertje. Op straat in Groningen overhandigt ze Henk een tas met erin enkele tonnen aan guldens. Een uur later
180 kilometer naar het oosten, heeft een visser in Duitsland een sporttas met erin twee benen gevonden. De Duitse recherche stelt een onderzoek in, maar kan nog niet bevroeden dat de afgehakte benen toebehoren aan de Nederlandse drugsbaron Harry Roo uit het verre Groningen, die op datzelfde moment hoofdrolspeler is in een afpersingsaffaire. De vondst wordt dan ook niet in Nederland bekend. Er gebeurt erg veel die 3 augustus 1995. Want weer iets later wordt 180 kilometer naar het westen, in het Peizerdiep, vlak onder Groningen, ook een sporttas gevonden. Hierin zitten de armen, benen en de afgehakte handen van een vrouw. De politie constateert dat ze samen met de eerder gevonden romp van het heroïnehoertje Antoinette Bond moeten zijn. De volgende middag, het is nu 4 augustus 1995... vinden duikers van de Duitse politie een tweede sporttas in het riviertje bij Bremen. Er zitten een afgehakt hoofd en twee handen in. Ze zijn van Harry Roo, maar dat weet men nog niet. Hoeveel losgeld er precies door Marja is betaald, is altijd onduidelijk gebleven. De verschillende betrokkenen verklaren er zeer wisselend over. Hoe zit het nou precies met dat losgeld? Want ik lees in het dossier iedere keer verschillende bedragen wat er betaald is. Ja, kijk, zowel Marja als Henk als Johan, die hebben verschillende verklaringen erover. Dus precies exact hoeveel geld er betaald is gewoon niet bekend geworden. Maar dat is wel een beetje raar, want je weet toch op een gegeven moment wel of je 50.000 gulden of een ton of 4 ton betaalt. Ja, maar dat is voor in die wereld, zeg maar, daar gaat zoveel geld om. Dat is voor ons ook niet precies na te gaan. Dat is in ieder geval uit dossier gebleken dat die afpersers, die hadden geld als water. Dus dat er geld betaald is, dat is zeker. Want er werd zoveel gedaan. Ze hebben het uitgegeven aan huurauto's, inrichting van woningen, aanplanten in de tuinen, vakanties, van alles hebben ze gedaan. Dat viel op in de omgeving. Dus er is veel betaald. Dat moet. Pas op 23 augustus 1995, 4 weken na de moord, wordt bij de politie in Groningen, na onderzoek en overleg met de Duitse collega's, duidelijk dat er bij Bremen gevonden lijkdelen van Harry Roo zijn. De 100% zekerheid komt van een match met zijn vingerafdrukken. Diezelfde middag van de 23 augustus, het nieuws is dan nog intern en niet in de openbaarheid gebracht, verschijnt plotseling Harry's vriendin Marja op het Groningse politiebureau. Ze komt aangifte doen van afpersing en ontvoering. Ze is bang en gelooft niet meer in een goede afloop, verklaart ze. Marja noemt direct Henk E. als de ontvoerder. Het lijkt stom toeval. Op een en dezelfde dag blijkt een weken eerder gevonden onbekend lijk afkomstig te zijn van een drugsbaron uit Groningen en verschijnt de vriendin van dit slachtoffer op het politiebureau om tegen een verdachte aangifte van afpersing te doen. Mooier kan haast niet. De politie krijgt zo in één klap een verse moordzaak en een waarschijnlijke dader op een dienblad gepresenteerd. Er wordt direct een gerechtelijk vooronderzoek gestart naar Henk E., de man die Marja aan het afpersen is. De technische recherche begint haar onderzoek in de woning van het slachtoffer Harry en komt ook in de net aangekochte boerderij in Siddeburen. Marja heeft immers aangifte gedaan en ook verteld van het bestaan van die boerderij. Dit zijn 16 jaar oude politiefoto's die daar toen werden gemaakt. Hier is de in aanbouw zijnde wietplantage te zien. Maar deze plek is op dit moment van het onderzoek echter nog geen serieuze plaatsdelict voor de moord. In de boerderij in Siddeburen wordt ook niets gevonden dat met de moord te maken heeft.
geen moordwapen, geen gereedschap waarmee het lijk aan stuk is gesneden en geen bloed van de slagpartij. Marja, de ex-vriendin van de vermoorde drugsbaron, krijgt van de Groninger politie een zogenaamde familierechercheur toegewezen om haar tot steun te zijn in deze nare tijd. Ondertussen is het andere team van de politie, dat in Hoge Zand zetelt, al enkele weken drukdoende met een heel ander onderzoek. Dat naar de moord op Antoinette Bont. En er gaat in eerste instantie wel even een lichtje branden bij team Antoinette Bont. Want een dag na de identificatie van het lijk van Harry Rauw reizen enkele rechercheurs die de moord op Antoinette onderzoeken naar Bremen. Ze hebben daar op 24 augustus 1995 een overleg met hun Duitse collega's over de twee zaken. Maar het lichtje dat ging branden dooft heel snel weer uit. De rechercheurs stellen vast dat de botten van Harry Rauw waarschijnlijk met een ander soort gereedschap zijn doorgezaagd of gehakt dan de beenderen van Antoinette. Bovendien was Harry een succesvolle drugsdealer, terwijl Antoinette een verlopen prostituee was. Geen raakvlakken dus, concludeert men. En daarmee is meteen het enige gezamenlijke onderzoek in beide zaken dus binnen een dag afgelopen. In september 1995 worden handlanger Johan S. en Henk E. gearresteerd. In het huis van Henks vader vindt de recherche een tas met erin 70.000 gulden. Het is een deel van het losgeld dat nog over is van de afpersing van Harry's vriendin Marja. Maar de twee mannen blijven, ondanks de vondst van het losgeld, iedere betrokkenheid bij de moord en de ontvoering glashard ontkennen. Het zijn doorgewinterde criminelen en daarmee een lastige dobber voor de politie. Daarbij komt nog dat Henk E. een flinke aversie koestert jegens de politie. Henks broer Wim is 10 jaar ervoor, in 1985... tijdens een ruzie met een meisje door iemand met een mes doodgestoken. Die zaak is volgens Henk nooit goed door de politie afgewikkeld. De dader kwam weg met slechts een paar jaar cel. Henk piekert er daarom nu niet over om op wat voor manier dan ook mee te werken aan zijn eigen zaak. Een lastige situatie voor de recherche. Het onderzoek op de boerderij heeft immers niets opgeleverd. Wel vindt de recherche deze ijzeren zaag in de woning van medeverdachte Johan S. Er zit menselijk bloed op, maar of het bloed is van Harry Rauw kan het NFI met de beperkte technieken van 1995 niet achterhalen. En nog steeds wordt er niet samengewerkt met het rechercheteam dat de moord op Antoinette Bont onderzoekt. Misschien komt dat wel omdat de politie daar veel te druk is met een nieuw spoor. Men heeft net ontdekt dat de sporttas waarin Antoinettes ledematen zaten vrij uniek is en onderdeel uitgemaakt heeft van een kerstpakket voor de medewerkers van het regionale energiebedrijf Edon. In dit kader vindt een zeer omvangrijke terugroepactie plaats waarbij bijna 4000 sporttassen moeten worden getraceerd. Een actie die alle inzet van middelen en politiemensen vergt. Het zal uiteindelijk niets opleveren. En er is nog een mogelijke reden dat men de maanden na de moorden niet echt zit te springen om samen te werken in de twee zaken. In de zaak Harry Rauw is sprake van een pikante ontwikkeling. Een ontwikkeling die men wellicht intern niet al te veel ruchtbaarheid wil geven.
Het gaat om de vriendin Marja van Harry Rowe en de familieregisseur die aan haar was toegewezen. Het blijkt dat deze regisseur de taak om haar te begeleiden wel erg serieus heeft opgevat. De twee hebben een liefdesrelatie. Binnen de politie ontstaat dan al snel de verdenking dat de relatie niet zo pril is als hij lijkt, maar dat de twee voor de moord ook al iets samen hadden. En dat de regisseur zo ook op de hoogte was van de afpersingsaffaire. Dat hij Marja inzijnde op de dag dat intern bij de politie bekend werd dat Harry Rowe in Duitsland was gevonden. Dat Marja daarom dus ijlings die dag aangifte deed van de afpersing. Deze verdenking wordt versterkt als op het bureau iemand zich een incident uit het verleden herinnert. Harry Rowe had ooit eens flink herrie geschopt op het politiebureau. Hij eiste erbij dat deze regisseur uit de buurt van zijn vrouw zou blijven en smeet erbij zelfs woedend met een stoel. Betekent dit dat Marja en de regisseur toen al inderdaad iets hadden? Er komt een hardnekkige geruchtenstroom op gang over de rol van Marja en de regisseur in de moordzaak van Harry Rowe. Weten zij er misschien meer van? Vraagt men zich bij de politie in Groningen af. Regisseur Rob en de ex van de vermoorde Harry Rowe blijken een liefdesrelatie te onderhouden. Er komt een geruchtenstroom op gang over de rol van hen beiden in de moordzaak. Gingen ze al met elkaar voordat Harry Rowe werd vermoord? De Rijksrecherche start een onderzoek naar de handel en wandel van de politieman. Hij heet Rob. Dit is hem in die periode. Rob is een flamboyante verschijning met een lange staat van dienst. De politieman loopt in dure pakken en rijdt in mooie sportwagens. In de jaren 80 was regisseur Rob belast met toezicht op de Groningse horeca. Zodoende werd hij een vertrouwenspersoon voor veel uitbaters. Uit die periode kent hij ook Marja, die de twee koffieshops van haar vriend Harry immers runt. Zowel Marja als Rob verklaren stellig dat ze destijds helemaal nog geen relatie hadden en dat de jaloers aangelegde Harry ieder normaal contact uitlegde als een teken van vreemdgaan. Zo zou Harry inderdaad eens woest naar het politiebureau zijn gestapt nadat hij Marja en de regisseur samen iets had zien bespreken, bevestigt Marja. Marja en Rob verklaren bovendien dat ze elkaar de laatste jaren voor de moord helemaal niet hebben gezien. De rechercheur werkte in 1995 al jaren bij een andere afdeling van de recherche en niet meer als horeca-rechercheur. Marja verklaart dat ze ten tijde van de afpersing in paniek naar het politiebureau belde en toen vroeg naar rechercheur Rob, omdat zij zijn naam immers uit het verleden kende. Eenmaal op het bureau kreeg ze pas te horen dat haar man was gevonden. Als dit klopt, toch puur toeval dus dat ze net die dag aangifte kwam doen. Ook het interne onderzoek wijst niet uit dat er van een eerdere relatie tussen Marja en de regisseur sprake was. De uitkomst is dan ook dat hem geen blaam treft. De affaire wordt wel angstvallig binnenskamers gehouden. En regisseur Rob wordt stilletjes verbannen naar de vreemdelingendienst in Scheemda. In het onderzoek naar de moord op Harry Rowe wil het intussen maar niet lukken met het verzamelen van nieuw bewijs
tegen afperser Henk E. Hij houdt al weken zijn kaken stijf op elkaar en lijkt, net als zijn handlanger, niet van plan daar veranderingen aan te brengen. Om hem toch aan de praat te krijgen neemt de Groninger politie haar toevlucht tot een nieuwe, extreme verhoormethode. Het is een manier van ondervragen die later de geschiedenisboeken in zal gaan als de omstreden Zaanse verhoormethode. Midden jaren 90 had mijn programma De Primeur door als eerste de vrij schokkende beelden van die verhoorsessies van Henk E. op televisie te tonen. De verdachte werd destijds voor die verhoren van Groningen naar dit politiebureau hier achter mij in Zaandam overgebracht. Dit is Henk E. in de verhoorkamer van het Zaanse politiebureau. Na enkele inleidende vragen wordt Henk weggeleid. Dan komt er een rechercheur binnen die de muren, het plafond en zelfs de vloer van het verhoorkamertje volplakt met de bloederige recherchefoto's van de afgehakte lijkdelen van slachtoffer Harry Roo. Daartussen hangt men foto's van de vrouw en het dochtertje van de verdachte zelf. In deze schokkende setting houden de verhoorders de verdachte dan voor wat er van zijn vrouw terecht zal komen en hoe zijn dochtertje op school gepest zal worden. Henk wordt ziende ogen kleiner en de verhoorders blijven maar doorgaan. Dat kind gaat naar de kloot. Omdat jij die verantwoording durft te nemen voor haar. Ik hoop niet dat we zijn leven zou je genomen worden. Ja, die dochter. Jouw papa is een moeder. Jouw papa is een moeder. Dan wordt Henk ook nog een worst voorgehouden. Een belofte die de regisseurs nooit waar kunnen maken. Neem die verantwoording bij zijn keer. Jij gaat er voor een paar jaar tussenuit. Kom je weer terug. En kan je opnieuw beginnen. Kan je ook met je huishouden opnieuw beginnen. Pak ik je geen eisen baan opnieuw pas. Na 2 dagen van bijna onafgebroken verhoren breekt Henk E. Dit is zijn beloning. Een schouderklopje. Hier ondertekent Henk E. zijn bekentenis. Hij heeft Harry met een ijzeren staaf neergeslagen, met een pistool beschoten en met een sabel aan stukken gesneden. Op Henks aanwijzingen wordt dan in Duitsland de nog steeds vermiste romp van Harry Roo teruggevonden. In blauwe en grijze vuilniszakken verpakt in een wegberm. De zoveelste overeenkomst met de zaak Antoinette Bond, van wie de romp ook in vuilniszakken, ook dichtgeplakt met tape en ook omwonden met een nylonkoord werd teruggevonden. Maar de beide rechercheteams werken steeds apart van elkaar door. In Antwerpen vindt de politie dan, ook op Henks aanwijzingen, de BMW van Harry terug. Op de Veluwe wordt tenslotte een bebloed stuk bekleding dat uit de kofferbak was gesneden aangetroffen. De zaak lijkt zo in 2 dagen helemaal opgelost. Met dank aan de Zaanse verhoormethode. Maar dat is niet helemaal waar. Sterker nog, de zaak stort gedurende de maanden die volgen zelfs helemaal in. Want direct al raakt deze verhoormethode ernstig in opspraak. De advocaat van Henk noemt de onder extreme druk verkregen bekentenis onrechtmatig. Ik vind de manier zoals ik nu heb gezien, dat daar korte metten mee moet worden gemaakt. Dat kan niet in een land als Nederland.
En als Henk E. een jaar later voor de rechter staat, wordt die mening overgenomen. De rechtbank in Groningen spreekt Henk ondanks de bekentenissen en ondanks het feit dat op zijn aanwijzingen onder meer de romp van Harry werd gevonden, vrij van moord. De bekentenis is afgedwongen en dus niet rechtsgeldig. Henk E. krijgt slechts 5 jaar celstraf opgelegd wegens de afpersing van Harry's vrouw Marja. Henks handlanger Johan S. krijgt 3 jaar cel wegens hulp bij de afpersing. Datzelfde jaar nog zal minister Winnie Zorgdrager de Zaanse verhoormethode verbieden. Justitie gaat echter direct een hoger beroep tegen de uitspraak in de zaak Henk E. En dat blijkt ondanks alles een succes. Want tijdens het hoger beroep voor het Hof in Leeuwarden voert de advocaat-generaal 2 nieuwe getuigen op. Het zijn bewaarders tegen wie Henk in het Huis van Bewaring ook de moord op Harry Roe heeft bekend. Nieuw bewijs dus. Henk E. wordt zodoende in de zomer van 1997 alsnog veroordeeld tot 10 jaar cel voor de moord op Harry Roe. Bij de recherche en justitie is ondanks de veroordelingen, waardoor de zaak formeel is opgelost, altijd het onbehagelijke gevoel gebleven dat de hoofdrolspelers in deze zaak nooit het achterste van hun tong hebben laten zien. Zeker nu het cold case team zoveel treffende overeenkomsten ontdekt met de onopgeloste moord op Antoinette Bond. Hoofddader Henk E. is sinds 2002 weer vrij man. Zou hij na zijn vrijlating misschien toch iets meer willen zeggen? Het is nu 21 maart 2005, bijna 10 jaar na de moord. Coffeeshophoudster Marja verschijnt met haar dochter en haar advocaat op het Groningse politiebureau. Ze was eind jaren 90 getrouwd met de omstreden regisseur Rob, maar dat huwelijk is inmiddels alweer ten einde. Net als de politiecarrière van Rob trouwens. In een pand dat op zijn naam stond, werd in 2002 4 kilo hash gevonden. Reden voor weer een intern onderzoek tegen hem. Ook nu pleit het onderzoek hem echter weer vrij. Rechercheur Rob trof geen blaam. Hij had het pand verhuurd en had zelf niets met de hash te maken. Maar door alle commotie van de afgelopen jaren was de korpsleiding het rumoer rond de regisseur wel zat. Er werd een financiële regeling met hem getroffen, waarop Rob zijn heil buiten de politie zocht. Marja vertelt nu op het politiebureau dat ze weer wordt afgeperst en bedreigd. Ze is zelfs zo bang dat ze met haar dochter is ondergedoken. De dader? Niemand minder dan Henk E., die inmiddels zijn straf heeft uitgezeten. De moordenaar van Harry dus, de man die haar 10 jaar geleden ook al afperste. Wat is hier in vredesnaam aan de hand? Ze vertelt dat Henk E. haar heeft gedreigd om naar de politie te stappen en daar, zoals hij dat zelf noemde, de ware toedracht van de moord op Harry Roe te onthullen als ze niet snel met geld over de brug komt. Henk E. zou van plan zijn om de politie te informeren dat de moord op Harry Roe in werkelijkheid een huurmoord was in haar opdracht. Marja is woedend en zegt tegen de politie: het idee dat ik iets te maken zou kunnen hebben met de moord op wijlen mijn vriend Harry Roe, notabene de vader van mijn dochter, is de waanzin ten top. De politie neemt de nieuwe afpersingspoging serieus en niet veel later wordt Henk Eden ook gearresteerd. Tijdens het verhoor dat volgt, borduurt Henk met nogal wat omhaal van woorden inderdaad verder op een huurmoordscenario. Hij stelt dat hij Marja helemaal niet heeft bedreigd, maar suggereert dat er nog een financiële kwestie uit het verleden moest worden afgewikkeld. Dat hij nog geld te goed heeft van Marja. Dat hij destijds, in 1995, Marja dus niet afperste, maar gewoon zijn aandeel opeiste van een correct uitgevoerde huurmoord in haar opdracht. En dat Marja hem toen niet alles heeft betaald
en het nu tijd is om met het resterende bedrag over de brug te komen. Bovendien suggereert Henk E. met zoveel woorden dat ook ex-politieman Rob meer weet van de huurmoord. Want als de recherche hem op de man afvraagt naar zijn contacten met regisseur Rob, zegt Henk E. letterlijk: ik zeg maar niets meer. Ik wil hier niet over praten. Henk E. wordt na dit verhoor weer heengezonden, maar het onderzoek naar zijn beweringen gaat door. Een paar maanden later wil men hem nogmaals horen in de zaak. Maar dan is Henk opeens weg. Hij blijkt op het vliegveld van Parijs te zijn gearresteerd met 3 kilo cocaïne in zijn bezit. Op 3 januari 2006 reist daarom een delegatie van de Groningse politie en justitie naar een voorstadje van de Franse hoofdstad voor een gevangenisbezoek aan Henk E. Niet om over de drugsmokkel te praten, maar over de mysterieuze achtergronden van de moord op Harry Rowe in 1995. Henk legt in de Franse gevangenis dan een eis op tafel. Hij wil zijn verhaal alleen doen als hij kan worden overgeplaatst naar een Nederlandse gevangenis. Maar dat kan justitie niet beloven en Henk reageert zeer teleurgesteld. Hij wil niet meer verklaren, want er is immers geen deal. Een aanwezig officier van justitie vraagt hem dan op de man af of de moord op Harry Rowe soms een samenzwering was tussen hem, Marja en ex-politieman Rob. Henk reageert met: jullie zitten voor 90% goed. Is hier echt meer aan de hand? Of is dit de bluf van een meedogenloze misdadiger? Een man die na het uiterst koelbloedige horrordelict op Harry Rowe nu ook nog even karaktermoord op diens ex pleegt. Een man die daarnaast ook de toch al omstreden politieman er en passant bijlapt, maar die ondertussen niet één keer echt concreet wordt. Dit alles wellicht louter en alleen om nog een keer geld af te persen, omdat het de eerste keer in 1995 ook lukte. Als dat laatste echt het geval is, moet Henk E. werkelijk tot alles in staat worden geacht. We spreken Henk E. op het kantoor van dienstadvocaat meester Louis de Leon in Utrecht. E. zegt daar dat Marja hem nog geld schuldig is en dat de moord op Harry Rowe een huurmoord was in haar opdracht. Hij stelt dat hij en Marja de periode voor de moord zeer close waren. Haar relatie met Harry was erg slecht. Ik was haar vertrouwensman. Marja heeft mij ongeveer een half jaar voor de moord gevraagd of ik een manier wist om van Harry af te komen. Ik zei haar dat dit veel geld ging kosten en ik noemde een bedrag van 1 miljoen gulden of een paar honderd kilo hash. Marja nam dat toen ter kennisgeving aan. Toen ik Harry maanden later had gedood, heb ik haar gezegd: het is gebeurd, en vroeg ik mijn geld. Aldus Henk E. Maar is dat wel aannemelijk? Wat voor Marja pleit, is dat zij op de dag dat ze aangifte deed van de vermissing van Harry, ze ook direct al Henk E. aanwees als de ontvoerder en afperser. Onlogisch in een huurmoordscenario waarbij beide onder één hoedje spelen en waarbij er nog geen enkele verdenking in iemands richting wees. We spreken ook persoonlijk met Marja. Zij reageert verontwaardigd en ontkennend op Henks beweringen. Marja stelt bovendien dat ze nooit een vertrouwensrelatie met Henk E. heeft gehad. Ik ken hem nauwelijks en ik vond hem altijd een heel erg eng mannetje. Hoe durft hij mij verdacht te maken? Ik ben erg bang voor hem. Hij heeft ook gedreigd mijn dochter iets aan te doen.
Ten slotte spreken we ook met ex-regisseur Rob. Hij stelt dat hij en Marja pas na de moord een relatie kregen. Ik kende Marja uit de jaren 80 toen ik als regisseur werkzaam was in de horeca. Maar de 7 jaar voorafgaand aan de moord heb ik haar niet gesproken. Ons eerste hernieuwde contact was nadat Marja in 1995 naar het politiebureau belde, omdat ze aangifte wilde doen van de afpersing. Henk E. heeft in ieder geval 1 moord gepleegd op Harry Roop. Is er daarna, een dag later, misschien nog iets gebeurd? Al met al hebben jullie op een of andere manier toch een beetje het gevoel dat die zaak niet helemaal is opgelost. Hè? Ondanks dat er veroordelingen zijn geweest, er is ook een bekentenis geweest. Maar uit jullie activiteiten is af te leiden dat jullie ergens het gevoel hebben dat het ware verhaal niet boven water is. Hè? Ja, dat gevoel hebben we heel sterk. Ja. En dat komt ook natuurlijk door de moordenband van net een dag later. Dan denken we, en gezien de manier waarop beide gedumpt zijn, er moet overeenkomsten zijn. Op het kantoor van zijn Utrechtse advocaat ontkent Henk E. tegenover Peter dat hij ook maar iets met de moord op Antoinette Bon te maken heeft. Ik weet daar absoluut niets van, stelt hij resoluut. De overeenkomsten tussen beide moorden zijn echter bijna onontkoombaar. Toeval of te toevallig? Van beide lichamen zijn armen, benen en hoofd verwijderd. Van beide lijken zijn aparte handen op gelijke hoogte halverwege de onderarmen afgehakt. Beide lijken zijn in het water bij een brug gedumpt. Beide lijken zijn verzwaard met bakstenen. Van beide lichamen zijn de ledematen in op elkaar lijkende sporttassen gestopt. Van beide lijken is de romp in vuilniszakken verpakt. In beide gevallen zijn deze vuilniszakken met eenzelfde soort tape dichtgeplakt. In beide zaken zijn de vuilniszakken weer omwikkeld met een roodkleurig nylon koord. In beide zaken zijn vergelijkbare oppervlakkige snijsporen in de gevonden lijkdelen aangetroffen. Beide slachtoffers zijn een dag na elkaar vermoord en komen uit dezelfde omgeving. Getuigen zien dat Antoinette haar laatste avond in een kleine rode auto is gestapt. De hoofdrolspelers uit de zaak Harry Roo zijn die avond in een rode auto in de omgeving van de tippelzone geweest. Henk E. kent de plek waar Antoinettes armen en benen zijn gevonden in een kanaal bij het dorpje Roderwolde erg goed. Hij heeft er vlak in de buurt als barkeeper in een seksclub gewerkt. Op het lichaam van Antoinette Bond zijn haren van een herdershond gevonden. En op de boerderij waar Harry Roo is vermoord en aan stukken werd gesneden, waren 2 herdershonden aanwezig. Tja, je bent geneigd om te zeggen dat dit allemaal geen toeval kan zijn. Maar in het wetboek van strafrecht komt het woord toeval niet voor. Om een verband aan te tonen is er bewijs nodig. En het cold case team van de politie in Groningen is hard op zoek naar dat bewijs, of in ieder geval concrete aanwijzingen daarvoor. Als u iets weet over de moord op Antoinette Bond of over het mogelijk verband met de moord op Harry Roo, dan wil het rechercheteam dat heel graag weten. Het team zit nu klaar voor uw tips. U kunt bellen met het volgende nummer. 088-1674-3x9. Ik herhaal nog een keer. 088-1674-3x9. Als u anoniem wilt blijven, kan dat ook. In dat geval kunt u bellen met de CIE, de Criminele Inlichtingeneenheid. Het nummer daarvan is 079 34 58 3x9. En als u liever geen contact met de politie heeft, kunt u uw tips ook aan ons kwijt via onze website peterrdevries.nl.
Wij zorgen dan dat ze op de goede plek terechtkomen. Op onze website kunt u alle gegevens over deze zaken ook nog eens nalezen. En daar staan ook de telefoonnummers van de politie nog een keer vermeld. Onze uitzending van vorige week over deze zaak heeft al een aantal interessante tips opgeleverd. En afgelopen donderdagnacht heeft zich zelfs een man bij de politie gemeld die bekend heeft dat hij de moord op Antoinette Bond heeft gepleegd. De politie is gezien de achtergronden van deze persoon echter erg sceptisch over deze bekentenis. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit een serieus verhaal is of niet. Hoe dan ook, de gruwelijke moord op Antoinette Bond moet worden opgelost. En naar mijn mening kan hij ook worden opgelost. Het kan niet anders of er moeten mensen zijn die iets weten, iets hebben gezien of gehoord, maar die tot nu toe altijd hebben gezwegen. En u weet het, u heeft bij dit soort misdrijven nooit een alibi om te zwijgen als u iets weet. Laat de oplossing van dit misdrijf niet langer over aan het toeval, maar geef het met uw tip een beslissende wending. En als u wilt weten of dit is gelukt, volg mij dan op Twitter, waar ik u morgen zal berichten of er goede informatie is binnengekomen. Tot zover onze uitzending van vanavond. Volgende week zijn we weer met een nieuw dossier. Zorg dat u klaar zit, dan heeft u in ieder geval een alibi. Tot dan.